Hallo? Ja, hier is de hamer. Lekker, man. Nu kunnen we hameraanvallen doen. Wow, dit zijn heftige Goomba's. Dit is een bevel van de Goomba King. Je kan hier alleen langs als je ons weet te verslaan. Yo, Nintendo fans. Dat is mijn zin, Piet. Vandaag niet. Nee, blijkbaar niet. Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Paper Mario video. Ga jij maar even weer chillen. En dan hoop ik dat jij je duimpje omhoog doet. Want dit zijn superleuke video's. Vergeet niet te abonneren. Ik heb het naar mijn zin. Maar we hebben wel last van deze blauwe en deze rode Goomba. En die houden de wacht. We moeten hun zien te verslaan. Maar ik heb ook mijn eigen Goomba mee. En dat is Goombario. Kom maar op, jongen. Kom maar op. Kan natuurlijk de power jump doen. Laten we eerst keihard gaan proberen om de blauwe Goomba te verslaan. Jij ook, hoppakee, lekker alles op die blauwe Goomba. Blauwe Goomba zegt Mario, pak aan! Oh, oké, dankjewel, maar niet heus. Ik blijf de power jumps doen op hem. Want we willen eerst die blauwe... Oh, die blauwe is al kapot, joh. Lekker dit, zeg. En de rode Goomba is helemaal boos. Die heeft een snottebel uit zijn oog. Ben je ook wel eens? Snottebel uit je oog? Dat klinkt... Dat ziet er niet uit als een traan. Dat lijkt net een snottebel. Kan ik ook niks aan doen. Blauwe Goomba. Nee, mijn kleine broer. Ik ga je dit betaald zetten, Mario. Nou, vrolijke vriend. Dat gaan we nog wel eens zien. Ik vind het namelijk vrij goed gaan, eigenlijk. Ik kan niet meer de power jump doen, want ik heb niet meer zoveel FP, flowerpunten, bloemenpunten. Dus we gaan even lekker met de hamer op zijn bakken slaan. Dat vind ik ook wel leuk. En hoppakee, deze Goombario gaat me ook lekker helpen. En dan worden wij weer aangevallen, maar ik denk toch echt dat wij sterker zijn. Wij gaan dit fixen. En misschien gaat Goombario wel de laatste klap geven. Ah, nee, nog niet. Oké, hij leeft nog. Ik denk dat hij de volgende beurt niet overleeft. Ik denk dat het nu klaar is met hem. Kijk, oh, nee, nog steeds niet. Kom op, Goombario, pak hem. Pak hem. Bam. Lekker, jongen. Heerlijk. Zo, dit ging hard. We krijgen maar liefst 20 sterrenpunten. Nog 17 sterrenpunten en dan gaan we level omhoog. Kijk, ze huilen. Nou, we zullen je nu wel laten gaan, hoor. Doei, mazzel. Jee, nou, dan gaan wij ook lekker door. Oh, hier is een savepunt. Hoe kom ik daar? Oh, hier, ja, cool. Laten we gelijk even saven dan. En dan gaan we rustig door. Hoeven we dit gevecht in ieder geval niet meer opnieuw te doen. Kom op, Goombario, let's go. Oh, kijk, yes, paddenstoel. Oh, nee, nee, het is een Goomba. Bam! Oh nee, ik wou hem aanvallen. Het zijn er twee. Beetje jammer dat het er twee zijn. Nou, aan de andere kant maakt het ook eigenlijk niet uit, joh. We pakken ze toch wel. Let's go! Ik zie wel dat Mario toch wel een klein beetje moe begint te worden. We hebben nog 4 HP over. Hopelijk komen we straks weer zo'n blok tegen met een hartje, met healing points. Dat zou lekker, want dan hoef ik natuurlijk geen paddenstoeltje te gebruiken. Ik wil eigenlijk gewoon helemaal geen items nog gebruiken. Die wil ik allemaal opsparen. Eens even kijken, waar gaan we naartoe? We gaan naar deze brug. Het fort van de Goomba Koning, die is hier. Oh ja, dit ziet er vrij impressive uit, ja. Oké, het is ook gelijk in één keer donker en alles. Ja, dit is geen vrolijke bedoeling hier. Kijk, ze huilen. Koning Goomba, help ons. Mario heeft ons geslagen. Lekker voor ze. Ja, dat vind ik nou ook inderdaad, Piet. Lekker voor ze. Goombario zegt, hey, kijk Mario, zie je dat gebouw daar? Dit was eerst een brug en die bracht ons naar de overkant. Ik weet niet wat er met de brug is gebeurd, maar het ziet er raar uit. Oh, er zit wat in die boom, jongens. Oh, jongens, er zit wat in die boom. Of er komt iemand naar ons toe lopen, denk ik. Ik denk dat dat het probleem is. Oh, zijn jullie er weer? Oh, dat is de koning. Dus Mario, het is waar. Je hebt het gered tot hier. Daar heb ik heel veel respect voor. Maar verder dan dit kom jij niet. Omdat ik, de grote en hele krachtige koning Goomba, ervoor ga zorgen dat jij niet verder komt. Hoor je dat, Mario? Niet verder. Geen stap. Ben je al bang, kleine man? Ah, je bent bang, hè? Ah. Wil je misschien sorry zeggen? Goombario die zegt, wow. De grote koning Goomba die is echt heel groot. Maar wij kunnen er wel verslaan. Laten we hem pakken. Ben je klaar om mijn wraak te voelen, Mario? Beter wel. Ja, nee, helemaal niet. Nee, ik ben er helemaal niet klaar voor. Ik wil helemaal nog niet vechten. Oh, dit is een probleem. Oh, we moeten eerst de Goomba Bros bakken. Maar wacht, ik ga nu wel een item gebruiken. Ik moet denk ik voor de bloem gaan. En dan hoop ik maar dat het lukt, jongens. Oh, lekker bloemetje. Oké, die deed best wel pijn zo te zien. Oh, we hebben ze verslagen. Ik wil ook weten hoeveel HP de Goomba Koning heeft. En dat kan deze Goombario mij gaan vertellen. Hij zegt, wow, Goomba Koning is echt super groot. Kijk maar, echt heel erg krachtig. Hij heeft 10 HP, een attack power van 1 en een verdedigingspower van 0. Hij is de baas van de rode en de blauwe Goomba. Maar boeien dat hij sterk is. Jij bent veel sterker. En hij is vooral benieuwd naar wat de Goomba Koning heeft gegeten om zo groot te worden. Een Goombario wil ook groot te worden. Oké, 10 HP heeft hij dus. En hij gaat mij waarschijnlijk... Oh, hij raakt me met 2 HP. Ja, dan heb ik toch echt nog een item nodig. Namelijk een mushroom. Ik denk dat ik al mijn items kwijt ga raken. Oeps. Oké, geef hem een kopstoot.
Hij heeft nog 6 HP over nu. Let's go. Goombario gaat mij aanvallen. 1 HP gaat er bij mij af. Ik kan 1 keer een power jump doen op zijn hoofd. Dat ga ik dan natuurlijk ook doen. Die doet 3 HP damage. Oeh, lekker. Lekker. Nog een kopstootje van de kleine Goombario. En dan kunnen we hem in de volgende beurt gewoon gaan verslaan. Lekker, man. Let's go, Mario. Let's go, Goombario. De grote Goomba-koning is helemaal geen partij voor ons. Hotseflots. Kapot. Wegwezen. En 30 sterrenpunten. En dan gaan we dus inderdaad nu een level omhoog. Oeh, krijgen we er nou 10 HP bij? Nee, we krijgen er 5 HP bij. 5 flowerpunten. En BP? Zijn dat battle points? Is dat hoe sterk we zijn? Daar krijgen we dat ook bij. Oh, we kunnen kiezen. Oh, BP, dan kunnen we meer badges gebruiken. Nou, ik denk dat het vooral nu handig is dat we meer HP erbij krijgen. Laten we daar als eerste voor gaan. En de koning zegt, wat, hoe kon ik dit nou verliezen? En hij rent naar binnen met zijn 2 volgelingen achter hem. En Goombario zegt, ja, ik wist dat je dit kon doen. Heel, ja, cool, we hebben gewonnen, yay. Lekker joh, laten we naar binnen gaan. Oh, daar staat hij. En de koning die vraagt aan de rode Goomba, je weet zeker dat je die knop verstopt hebt, toch? En de rode Goomba zegt, ja zeker koning Goomba, ik heb het in het gras buiten het kasteel verstopt. Dankjewel voor deze tip. Haha, nul. Zeg dat wel, Piet. Oh, wat een sukkel. De koning Goomba zegt ook, buiten? Jij idioot. Waarom heb je het niet hier binnen verstopt? Nu zal Mario het sowieso vinden. De rode Goomba zegt, misschien kunnen we Mario in de maling nemen voordat hij het probeert. Nou, ik denk gewoon dat hier die knop is. Wee! Laten we hem indrukken. Bam! Wat gebeurt er? Oh, oh, koning Goomba die zegt... Mario, goed gedaan hoor. Maar ik moet jou wel even waarschuwen. Als je misschien een rare knop vindt, dan moet je hem zeker niet indrukken. Want hij is gevaarlijk. Heb je dat begrepen? Wat? Je hebt het al gedaan? Oh. Zeker hebben wij dat net gedaan. En koning Goomba zegt... Nee! No! Help, help. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oké. Heel het fort gaat naar de Klo-Klo. Nou, nu staat hij daarboven. Ja, dit wordt een brug, hè? Ja, dit was vroeger een brug. Kijk! Lekker, man. Ook weer gefixt. We zijn goed bezig, Goombario. Die zegt, kijk, een brug. Nu kunnen we naar de overkant en verder met ons avontuur. Ja, lekker, joh. Helemaal top dit. Pompidompidom, lekker over de brug. Koning Goomba is al weg. Dat is de eerste die we keihard hebben verslagen. Althans, de eerste baas die we keihard hebben verslagen. Ligt hier misschien nog wat? Ja, sowieso een blokkie. En hier een vraagtekenblokkie. Oh, wat is dit? Een super shroom. Oh, nice. Daarmee krijgen we 10 HP terug. Oh, lekker. Die kon ik wel gebruiken. Toch 2 items gebruikt in de vorige battle. Een bloem en een paddenstoel. Misschien kunnen we nog wel items kopen met muntjes en zo. Hey, what up? Oma K-Mac. Waar ga je even achtervolgt ons, hè? Die houdt ons de hele tijd in de gaten. Ondertussen gebeurt er wat hier in het kasteel. Oh, oma K-Mac gaat eventjes hier waarschijnlijk vertellen aan Bowser wat er allemaal is gebeurd. Het ziet er wel uit als een mooie kamer. Oma K-Mac zegt, machtige koning Bowser, ik heb je gezocht. Hier is mijn report. Mario heeft de Goomba koning verslagen en nu gaat hij naar Tooddorp. Wat ongelooflijk. Wat dacht de koning Goomba wel? Ik heb de sterrenstaf voor hem gebruikt om hem zo'n grote koning te maken. Hij smeekte me zelfs en nu... Heeft hij hem verslagen, die gekke Mario? Kami Koopa, weet je zeker dat Mario ons nooit kan verslaan? En die oma die zegt, ja, zeker weten, blijf rustig. De Goomba koning is maar een kleintje. Ik had al zo'n gevoel dat hij ging falen. Maar dat maakt niet uit, want jij hebt de sterrenstaf en jij bent onschendbaar. Jij bent niet te verslaan. Jij kan Mario verslaan met 2 handen achter je rug gebonden. En Bowser zegt, ja, heel goed, haha. Maar trouwens, Kami Koopa, die sterren die we hebben gevangen genomen, die kunnen Mario toch geen extra kracht geven? Of wel? En Kami die zegt, nee joh, je moet je geen zorgen maken. We hebben ze allemaal op een andere plek gevangen genomen. En ze worden allemaal heel erg goed bewaakt. Mario kan nooit alle 7 stukjes van die Star Spirits redden. En Bowser vraagt, maar waar is Mario nu dichtbij? Bij welke Star Spirit? Is dat in de Koopa Bros kasteel? Wat als Mario hen ook weet te verslaan? En Kami die zegt nog steeds, ja, je moet je geen zorgen maken. En ondertussen, ondertussen gebeurt er wat. Ondertussen is er toch paniek. Iemand zegt, hey! Oh, wow, dit zijn dit de Koopa Bros?
Ja, 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 ja. Dit zijn de Koopa Bros. Een soort van Ninja Turtles lijken het wel. Het enige is dat die met het groene masker dat een paars masker moeten hebben. En dan had je alle turtles. Ja, eerlijk, ze zijn wel cool. Nee, ze zijn niet cool. Wow, ik ben een keertje positief. Waarom ben jij altijd zo negatief? Het zijn choppies. Oké, Piet. Oké, het zijn choppies. Oké. Bowser die twijfelt heel erg aan de Koopa Bros. Die zegt, weet je zeker dat zij het kunnen fixen? Die Goomba koning was gigantisch en hij kon Mario niet eens verslaan. En de rode Koopa Bro zegt, even serieus koning Bowser. Die Goomba koning was inderdaad groot, maar wij zijn veel toffer. Want wat wij hebben is teamwork. Samen kunnen we Mario in één keer platstampen. En Cammy die zegt, dat is de spirit. Laat onze koning jullie speciale aanval even zien. Oh, ze gaan hun speciale aanval doen, jongens. Oh, Bowser. Oh, Bowser is ook onder de indruk sowieso. Oh. Ja, maar nu heb ik hem niet gezien. Bowser is serieus onder de indruk en die zegt, Mario die heeft sowieso geen kans als jullie hem met die aanval gaan verslaan. Trouwens, mijn Koopa Bros. Over die ster die gevangen wordt gehouden in jullie kasteel. Wie bewaakt hem? Niemand. Oh shit, ze zijn allemaal hier naartoe gekomen. Lekker, misschien kunnen wij de sterren spirit daar zo gewoon even fixen nu zij weg zijn. Lekker dit, jongen. We moeten tempo maken naar dat fort, naar dat kasteel. La 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 la. Ideaal. We hebben een sleepy sheep gevonden. Oeh, en die laat alle vijanden slapen. Dat is super chill als ik straks tegen alle vier die Koopa Bros moet vechten. Kan ik ze allemaal tegelijkertijd laten slapen? Kan ik hier misschien naar boven? Wacht even. Even een klap geven tegen deze boom. Ja, zie je? Ik zag dat al in die boom liggen. Een kissie? Wat zit er in het kissie? Geef me nog een vuurbloem. Een hamer throw badge. Oh, daarmee kunnen we gewoon elke vijand raken met de hamer. Oké, weet je wat? Ik heb toch nog één vrij plekje. Oh, maar voor de hamer throw heb ik er twee nodig. Ik ga hem in ieder geval even proberen. Even kijken of dat een goede aanval is. Yo, we zijn in Toaddorp. Hallo, Toadjes. Mario, we zijn zo blij dat je oké bent. De prinses die is gevangen genomen. Ik weet niet wat we hiermee aan moeten, maar red de prinses alsjeblieft. Ja, daar ben ik voor, daar ben ik voor. Oh nee, dit kasteel van Prinses Peach is weggevlogen. Komt allemaal goed, jongens. Komt allemaal goed. Ik ben er weer. Mario is weer terug. Is hier een deur ergens? Kan ik hier door de schoorsteen? Nee. Kijk, want in de tuin daar lag wat. Kan ik hier over het hekje heen springen? Nee. Hoe kom ik daar? Bovenlangs. Daar is een star piece. Hoe kom ik daarbij? Misschien moet ik die buis nu nemen. Waar zouden we naartoe gaan als we die buis nemen? Oh! Dus zijn we weer thuis en Luigi is hier ook. Luigi, wat doe jij hier? Luigi vraagt zich ook af waar Mario nu is. Yo, what up? Hij zegt, Mario, het is goed je weer te zien, jongen. Yo, Luigi. Hij zegt, ik was dood ongerust na wat er allemaal in dat kasteel was gebeurd. Ik ben naar buiten gerend toen er de aardbeving kwam. Dus ik ben op tijd ontsnapt. Dus daarom hielp jij mij niet tegen Bowser. Jij was al uit het kasteel. En Luigi vraagt nu aan Goombario, yo, wie ben jij? En hij zegt, Goombario, aangenaam. Oh, je bent op een leuk avontuur met Mario. Luigi vindt het oneerlijk. Luigi wil ook een avontuur. Iemand moet op het huis letten, dus ik kan hier niet weg, zegt Luigi. Ik ga wel even kijken wat er allemaal in mijn huis is en om mijn huis is. Want daar ben ik natuurlijk wel hartstikke benieuwd naar. Ligt er wat in die boom? Nee, helemaal niks. Geen muntjes, niks. Er zal toch wel iets goed zijn in mijn huis? Is dit de slaapkamer? Oh ja, kijk, nu kunnen we lekker tukkie doen even. Ah, even lekker slapen, jongens. Heerlijk. Zo, we zijn weer fit. Doei, Luigi. Mazzel. Leuk je even gezien te hebben. Hey, is dit de winkel? Ik denk dat dit de winkel is. Ja, kijk, dit is een winkel. Kunnen we allemaal items kopen? Ik ga even zo'n pauwblok meenemen, denk ik. En ik ga ook even een ster kopen. Dat hadden we nodig, denk ik. Gaan we nog even kijken wat hier in het huisje is? Hallo, Mario. Hoe gaat het met jou? Ik ben de wijze Toad. Rusty. Aangenaam om kennis te maken met je. Ik hou van boeken. Ik weet allerlei feitjes. En als jij hier komt, dan zal ik al mijn kennis wel met jou delen. Nou, klinkt goed. Wat kan je me vertellen dan? Oh, met de sterrenstaf kan je die sterren spirits kan je controlen. Oh, oké. Nou, dan moeten we ze maar even snel vrijen zien te laten. Kan ik hier achterlangs? Kan ik dit ding kapot maken? Nee? Maar wat ben jij hier aan doen trouwens, meneertje? Jij staat een beetje in de weg. Blijkbaar woont de meester hier boven of zo en mag ik er niet langs? Nou, oké, dan ga ik lekker hier naartoe. Dan gaan we lekker richting Peach's kasteel. Yo, wie zijn dit dan, joh? Oh, hier komt een winkeltje. Oké, is goed, man. Nou, ik zie je later. Ik kom wel een keer terug als je winkel geopend is.
Ik verwacht wel korting. Deze Toadette die heeft hier een tuintje. En als ze dit soort bub-ulpjes vinden, dan moeten we die hier brengen. Dan krijgen we er weer wat voor waarschijnlijk. Oké, nice. En deze Toad die is verliefd op het bloemenmeisje. Waarom kijken jullie zo boos? We mogen er niet langs, omdat het gevaarlijk is. Oké, dan niet. Wat is dit? Oh, hier kunnen we ook slapen. Maar ik ben net wakker weer, joh. Oh, hier is het postkantoor. Hey, yo, jou zag ik in het begin in aflevering 1. Dit is Paracarry en hij bezorgt de brieven. Oh, oké. Nou, we hebben blijkbaar mail. Mail aan Goombario. En de brief is van de rode en de blauwe Goomba. Wat? Goombario. Je zag er sterker uit dan we dachten. We dachten dat je gewoon een choppy Goomba was. Maar je hebt jezelf bewezen. Dus als je terugkomt, kunnen we dan misschien vrienden zijn? Zeg alsjeblieft ja. We wachten op je. Hij maakt nu al vrienden, joh. Wat goed, Goombario. Door deze poort is... Ja, dat was de plek waar het kasteel van Princess Peach stond. En wat daar nu staat, gaan we zien in de volgende video. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Als je erbij bent, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, jongens. Want dan mis je geen enkele video. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!